toen is het eigenlijk begonnen. Ik kreeg een balletje en daar liep ik heel de dag mee door de gang en in de woonkamer. Dat is eigenlijk door blijven gaan. And now just above your head. Yes, there we go. Again, just in a bit higher if you can. There, got it. Again. Just a little more attack this one. Ik vond heel de dag vanaf de wedstrijd het mooiste dat ik opkwam. En dat ik de dochter van mijn manager mee het veld opnam. En dan zie je dat de supporters spandoeken hebben en dat zie je aanmoedigen. En ja, heel de wedstrijd hoe ik het beleefde, dat is het mooiste. En, wat een sfeer. Ja, dit zal ik niet vergeten. En, iedereen zit in mijn hart. Jurgen, hoe was jouw eerste kennismaking met Memphis? Ja, stroef eigenlijk. Ja, niet stroef, alleen we zeiden niet veel tegen elkaar. Zat er een reden achter? Nee, dat niet. Alleen, ja, ik ben niet zo'n prater van mezelf natuurlijk en hij ook niet. Dus so, ja, het klikte niet echt in het begin. Hoe is dat dan gegroeid? Ja, omdat we allebei winnaars zijn en op training spotten dat vanaf, denk ik, tijdens partijtjes en positiespelletjes en het afwerken. En dan ga je wel een strijd vormen, zeg maar. En daardoor is het wel gegroeid, denk ik. Een keer op trainingskamp. Toen ben ik meegeweest met de selectie. De eerste weken dat ik hier was. En toen heb ik me eigenlijk wat meer geïnteresseerd, niet in de voetballer, Memphis Depay, maar in de mens, Memphis Depay. Wat kwam daaruit, uit dat gesprek? Nou, daar kwam eigenlijk heel bijzonders uit, want ik vroeg hem wat hij eigenlijk voor hobby had naast het voetbal en waar hij zich nog meer mee bezig hield. En toen begon hij te praten over zijn hond en de keuze van de hond, hoe die dat deed. Simba heette de hond, weet ik nog. En op dat moment dat hij daarop begon te vertellen, toen zag je inderdaad ontspanning op zijn gezicht verschijnen. Je zag zijn ogen wat groter worden. Want dat was iets, ja, waardoor hij blijkbaar wel mee kon raken en waar hij op een fantastische manier over kon praten. Dus dat was eigenlijk de tweede keer dat ik met hem gesproken heb. Niet over voetbal, maar wel over de mens Memphis Depay. Memphis is hier gestart toen hij 6 jaar was, als F-pupil. En eigenlijk vanaf het begin dat hij hier binnen was, was het een echte dribbelaar. Hij heeft hier 3 jaar gespeeld en in E2 is hij gescout. Dus toen is hij overgegaan naar Sparta. En aansluitend heeft hij toen de overstap gemaakt naar PSV. Op zich was het een hele grote stap van Sparta naar een topclub als PSV. Ja, dat was als toen al een droom. Toen al een droom die eigenlijk al uitkwam. En als 11-jarige lijkt me dat ook niet heel eenvoudig. Ik heb zelf tegen mijn moeder toen gezegd van dat ik naar PSV wilde. En niet naar Ajax of Feyenoord. Ik weet niet, het gaf me gewoon een goed gevoel, PSV. En ja, daar heb ik toen voor gekozen en daar ben ik heel erg blij om. En ik ben ook heel goed ontvangen en ik heb ook een bepaalde keuze gemaakt dat ik hier al wou komen, maar niet hier al wou verhuizen met mijn moeder samen. Dat was ook gewoon een kwestie van gevoel. En dat waren wel keuzes die je op jonge leeftijd moet maken en ja, waarvoor je heel veel moet achterlaten. Kun je die keuze alleen maken als je heel goed weet wat je wil? Nou ja,
Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel daarmee te maken heeft. Alleen ja, op zo'n jonge leeftijd wil je alleen maar voetballen. Maar dan besef je niet dat wat je er echt allemaal voor moet laten. Dat komt pas later. Johan Cruijff prijs wordt uitgereikt door iemand die Memphis na aan het hart ligt. En dat is een man die al sinds 2006 met hem werkt. Geef een hard applaus, Joost Leenders. Je bent prestatiecoach. Je werkt dus al bijna 9 jaar met hem. Vertel. De eerste ontmoeting, ik weet niet of je het nog weet, dat was in 2006 oktober. PSV belde hem op. PSV gaf eigenlijk aan van, we hebben een jongen uit het Rotterdamse gehaald. Geweldige voetballer. Kan PSV 1 halen en misschien wel, en dat is letterlijk gezegd, misschien haalt hij wel het kaliber United. Nou, dus dat hebben ze op zich goed gezien. Alleen, hij gaat het niet redden, gaven ze aan, want deze jong is moeilijk. Ik vond het heel spannend om dat podium op te gaan. Ik sta niet zo vaak op zo'n podium voor zo'n publiek. Voor Memphis is dat eigenlijk normaal geworden, voor mij niet. Wat maakte die overhandiging speciaal? Nou, vooral 8 jaar samenwerken. 8 jaar van het begin PSV eigenlijk tot en met de overstap naar Manchester. En dat hij dan het talent van het jaar wordt uitgeroepen. Nou, ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met het talent van wie ben je, waar wil je naartoe. En alle vraagstukken die je krijgt over een toptalent, die heb ik daar meegemaakt. Ik moet ook zeggen, zelf heel veel geleerd. Dat maakt het voor mij gewoon heel speciaal dat ik die prijs mocht uitreiken. Het was in het seizoen 2006-2007. Het was mijn stagejaar dat ik terugkwam bij de club en mocht proeven aan hoe het was om jeugdtrainer te zijn. Toen liep ik stage bij de C2. Memphis is toen in dat jaar, in datzelfde jaar, is je overgekomen van Sparta naar PSV D1. Maar het talent spatte er natuurlijk vanaf. We hadden hem al regelmatig meegenomen in een hoger team. Dus hij kwam toen de tijd ook bij mij, of bij ons, bij de C2. En zelfs daar kon hij op zo'n leeftijd, en die leeftijd kon hij al onderscheid maken. Er gebeurde altijd iets. Het mooie is dat je dan ziet aan de tegenpartij hoe die reageren op zo'n speler, talent, zijn positie. En er gebeurde altijd wel iets als Memphis erbij kwam. En dus heeft hij in die jaren daarna heeft hij natuurlijk dat elke keer laten zien en getoond. Dat hij vooruitstrevend was, ook in zijn ontwikkeling. En dat hij ook in onze ogen altijd een elftal te laag speelde dan wat hij nodig had. Maar daar zorgde hij zelf wel voor. Maar in dat eerste jaar, hè, mijn stagejaar, was mijn eerste kennismaking. Maar er gebeurde ook niet alleen in het veld, maar buiten het veld. En op de trainingen ook altijd wel iets waar je als trainer ook heel scherp op moest zijn. Hoe gaan we dat handelen? En daar was Memphis ook een van, waar je dacht van, hoe ga ik dit doen als beginnend trainer? Om ook persoonlijkheden te begeleiden. En hoe was dat bij de club? Hoe gingen ze daarmee om? Dat was voor mij wel heel interessant, zeker het eerste jaar. Wat Memphis eigenlijk volgens mij heeft veroorzaakt, is dat er naar een andere manier naar talentontwikkeling wordt gekeken. Voor mij, Memphis is zo'n persoonlijkheid. Die weet zo goed wat hij wil. Dus waar hij zo zijn eigen banen bewandelt, zijn eigen route kiest. En dat vraagt voortdurend van de ander dat hij zich ook moet aanpassen. En dat wil niet zeggen dat Memphis altijd gelijk had. Maar die ander had ook zeker niet altijd gelijk. En die ander heb ik over trainers, over fysio's, over mezelf, over eigenlijk alles wat op dat moment met voetbal te maken heeft. Ja, dan kom je ook weer heel snel op wat wil iemand, hè, van 12 jaar. Heeft een doel, heeft een streven. En dat bleek al heel vroeg bij hem kenbaar te zijn. Dat hij kostte van alles een prof wilde worden. Het eerste van PSV wilde halen. Dat kostte van alles. Ook de kosten van anderen, of van de sfeer, of van de sfeer op zich. En kon hij altijd wel in de voorste rij lopen, ja. Ja. Hij heeft niet voor niks op zijn borst staan, dream chaser, hoe hij alleen maar gefixeerd is om die droom te behalen. En dan met een persoontje Memphis erbij, waar je dan door de 8 jaar heel veel dingen hebt omhoog gelopen.
ja, dan is het bijna Champions League scherp zijn, zeg maar, om de juiste baan op te sturen. Dan wordt het contract verlengd in 2014. Daaraan zit eigenlijk al gekoppeld. We houden rekening met een vertrek. Ja. Wanneer gaat dat spelen voor jullie, de directie van PSV? Nou, we hebben het traject eigenlijk ruimschoots voor het WK ingezet. Ik denk dat dat wel heel goed is geweest. Omdat je na het WK was het natuurlijk makkelijk om af te lezen. Hij had heel goed gepresteerd. Maar we hebben het ruimschoots voor het WK ingezet. Uiteindelijk was onze intentie dat Memphis in ieder geval in de zomer 2014 niet zou vertrekken. En daarom is dat contract verlengd. En in zekere zin is dat een soort voorbereiding op wat er de komende seizoenen zou kunnen gaan gebeuren. Ik kwam net binnen bij PSV en een van de eerste dingen waar het over ging was het contract van Memphis Depay en het verlengde van Jorginho Wijnaldum. En ik heb met Marcel Brands toen zitten praten en ja, dat was eigenlijk een simpele filosofie. Van, we moesten hem eigenlijk die zomer verkopen, want dan had je nog een aantal miljoenen kunnen ophalen. Maar we zeiden, ja, ons boekjaar loopt tot 1 juli, dus als we hem hele zomer of een heel jaar nog houden en we verkopen hem voor 1 juli, ja, dan gaat het hele boekjaar gewoon mee. En dan hebben we ook nog een speler die we kunnen gebruiken. Dat was dus basisfilosofie. Die was toen een tijd door Marcel Brands ook op die manier bedacht. Maar ja, daar is Marcel natuurlijk altijd mee bezig. Hè? Zorgen dat de spelers die je graag houdt, dat je die langjarig houdt. Maar dat je wel je realiseert dat er op enig moment een transfer kan plaatsvinden. En dan moet je goed voorbereid zijn. En ja, bij die gesprekken die toen geweest zijn, toen was het heel mooi hoe ze dat uitspraken. Alleen mensen vergeten vaak de kant, het is niet alleen maar Hosanna. Op het moment dat hem iets was gebeurd, of had een zware blessure gehad of enzovoort, had hij nog gezeten hier. Ik bedoel, als club moet je wel realiseren dat die weg zou kunnen gaan. Maar dat er altijd iets kan gebeuren. En ons enige punt waardoor wij ons comfortabel voelden, was dat we nog een paar spelers hadden rondlopen die waarde op het veld vertegenwoordigen. Dus mocht er een incident plaatsvinden, dan konden we dat opvangen. Het traject van, oké, we breken je contract open, we zorgen dat je goed salaris verdient, we werken straks mee aan een transfer. We denken dat voor jou de absolute top kan komen. Je bent een belangrijke speler en nou, noem maar op. Nou, dat hele traject hebben we destijds ingezet met Memphis en Kees Ploegsma. En Kees heeft daar ook gewoon een hele goede rol in gespeeld. En nou, uiteindelijk kwamen er in die zomer na het WK ook al clubs voor hem. Nog niet de absolute wereldtop, maar wel daarnet onder. De eerste keren dat we ermee werden geconfronteerd was al een paar weken dat ik hier aantrad. Toen we tot de Hotspur zich melden voor een bouwbedrag. Daar werd nee tegen gezegd. Overigens was dat alweer een fors bedrag, want het ging alweer richting 20 miljoen. En nou, toen heeft Memphis wel woord gehouden en gezegd van nou, oké, ik doe wat ik heb beloofd. En ik ga voor nog een topjaar PSV en hopelijk komt dan de grote club waar ik echt van droom. Hij koos dus niet voor de Europese subtop? Nee, hij heeft hij had inderdaad die afspraak met ons gemaakt van dat hij ja, eerst nog een topjaar met PSV wilde. Hij vond zelf ook dat hij nog een stap kon en moest maken. En ja, daar heeft hij op voortreffelijke wijze gedaan. Ik ben zeker blij met deze stap en dit contract. Ik heb gekozen nog een jaar bij PSV te blijven. En, ja, velen hadden verwacht dat ik weg zou gaan. En er was veel rumoer omheen, maar uiteindelijk heel blij. Het is niet zomaar, zomaar een club voor mij. Ik speel hier al heel lang. Volgens mij 2006 ben ik hier al ingekomen. Dus ja, dat is al een hele tijd. En uiteindelijk wil je toch, als je weggaat, sowieso via de voordeur eruit gaan. En ja, dat weet iedereen wel, denk ik, hier die in Eindhoven een omgeving woont.
Memphis Depay met de vrije trap. Hij probeert het in één keer, maar zijn inzet wordt door Bednarek, de keeper van FC Twente, naastgetikt. En dat zien ook Henk Vrezer en Twan Schepers. Opnieuw Depay. Poort hier Mirko Born. Dan de voorzet met links. En opnieuw de kopbal en nu is het wel raak. Jurgen Locadia zorgt voor de terechte 1-0 voorsprong voor PSV A1. Als je terugdenkt aan die beginperiode, wat schiet je dan te binnen over jullie samenwerking? Dat hij natuurlijk hele goede acties had en hij gaf ongeveer assisten aan mij. En ik maakte ook alle ballen af bijna die hij gaf en dat maakt onze band wel sterker, denk ik. En als je dan zeg maar, samen doorstroomt, eigenlijk de belofte min of meer overslaat, maar meteen naar het hoogste niveau gaat. Maakt dat die band alleen maar sterker? Ja, omdat hij weet wat ik kan en ik weet wat hij kan. En als je dan samen speelt, dan heb je een soort verwachtingspatroon van elkaar. En ook als het slecht gaat, praten we erover en corrigeren we elkaar. En dat maakt ons wel een sterk koppel, denk ik. Oepkes. Met de bal op linksback Toefan Osboskuurt. Gaat op zoek naar Jurgen Locadia. Die krijgt in eerste instantie niet de bal, maar hier gebruikt hij goed zijn lichaam. Locadia behoudt het overzicht en daar is Memphis Depay. En zo leidt PSV A1 met 1-0. En dat is op dat moment zwaar terecht. Sterk van Locadia. Behoudt ook nog eens goed het overzicht en Depay met het beslissende zetje. En daar hoort een leuk dansje bij. Als je teruggaat in jouw herinnering, hoe was jouw eerste kennismaking met hem? Ik zag hem natuurlijk spelen in de jeugd. Ja, dan komt er een moment dat het vanuit de jeugdopleiding signalen komen. En doordat ik zelf veel wedstrijden zag, dat je zijn eerste contract moet gaan geven. Dus dat is eigenlijk het eerste moment dat je echt concreet met hem in gesprek komt. Dat is toen ook gebeurd. En dat was eigenlijk voor mij ook een van de eerste contracten tijdens mijn dienstverband bij PSV. Dat contact, hoe ging dat? Hoe verliepen die gesprekken? Ja, positief. Voor hem was het toen een eerste beloning van zijn optreden in de jeugdopleiding. En in dat opzicht was hij blij met het contractje wat we hem toen voorlegden. Contractje, zeg je? Ja, we hebben een bepaald systeem voor het geven van de jeugdcontracten. En hij was er eentje die uiteindelijk meteen op zijn 16e kreeg. Dat zijn kleine contractjes. Dat is in feite een eerste beloning voor datgene wat je hebt laten zien. En dat moet een perspectief bieden voor de toekomst. En het belangrijkste signaal wat je eigenlijk aangeeft met zo'n contract, dat je perspectief in hem ziet. Nou, hier is het eigenlijk allemaal begonnen met Memphis. In de jeugd, eerste jaar in de F, startte die in F4 en F3. Speelden we op een half veld en onze thuiswedstrijden speelden we altijd hier op het hoofdveld. Dus nu is nog steeds het hoofdveld. En ja goed, hier kon je eigenlijk al direct zien dat Memphis talent had. Hij was tweebenig, onderscheidde zich gewoon door een fysieke kracht in het team en had een bijzonder hoog scorend vermogen. Iedereen die een beetje verstand van voetballen had, kon dat zien. En dat vertaalde zich met name in doelpunten. Als er een wedstrijd was waarin wij met 7-2 wonnen, dan was het zo dat hij gewoon 5 doelpunten voor zijn rekening nam. Hij speelde in feite een beetje op de nummer 10, zou ik maar zeggen. Maar het was erop en erover. Dus het was eigenlijk, hij schoof wel heel snel door van die... Ja, van die nummer 10 positie naar de punt van de aanval. Dus hij begon meestal ergens op het middenveld, zelfs op de middenlijn. Nou, en dan zag je alweer dat die turbo erop ging en dan was het gaan als een brandweerwagen. En dan hing die weer lekker in het netje. Locadia, en daar gaat Depay weer. Veel ruimte voor de linksbuiten van PSV. Schutte tegenover zich, die is hij kwijt. Het schot is uitstekend. En daar is zijn derde treffer in de eerste helft. En dan mag je op zich best wel even lachen. Een of andere reden raakte hij ergens door gefrustreerd.
En dan zie je ook meteen die houding. Die was al meteen wel kenbaar. Van hé, wat gaat er nu weer gebeuren? Dus iedereen zat wel... Het was iets met die rechtsback was er iets aan de hand. Het was al de hele wedstrijd zo en het werd een beetje vervelend. En die rechtsback, ja, die was ook een beetje klaar met hem. Hij had 3 keer gescoord, speelde een fantastische wedstrijd. Maar het werd een beetje een duel. En er gingen fel aan toe. En op een gegeven moment had hij een handeling gedaan. En dat kon door, en was volgens mij ook de laatste 5 minuten van de wedstrijd. Die kon in onze optiek niet door de beugel. Ja, dat heeft te maken met gedrag en met respect en met normen en waarden naar elkaar. En die ging weer eventjes over de scheef. En toen hebben we gekozen om eruit te halen. Dan heeft hij 85 minuten fantastisch gespeeld. Zijn directe tegenstander helemaal uit de wedstrijd gehaald. 3 keer gescoord. Ja, dan was er dan weer een momentje waardoor hij geïrriteerd raakte. En dan is het meteen bats. Dan sloeg het om. Ja, dan moet je hem, je moet hem ook beschermen. Maar als je misdraagt, om het zo maar te zeggen, dan moet je ook plaats maken. En toen zijn we hadden alle wissels volgens mij gebruikt. Toen zijn we ook gewoon met 10 man verder gegaan. Wat er echt op het veld gebeurde, vind ik zoveel dat er bij de trainers moest liggen. Dan koos ik eerder voor om met de trainer in gesprek te gaan van hey, wat gebeurde er en wat betekent dat voor de coaching, voor jou als trainer? Natuurlijk, als ik hem zag, kwamen we wel op dingen terug als ik dingen opving. Hoe ging je erover? Heel veel dingen heb ik ook gewoon laten lopen. Omdat ik op heel veel dingen denk van ja, het hoort er gewoon bij. Hij moet zelf tegen dingen mogen lopen. Dan pas merkt hij van hey, is het goed hoe ik heb gehandeld of is het niet goed. En eigenlijk alleen maar luisteren en vragen. En ook vragen van ga je de volgende keer hetzelfde doen of toch anders. Later bleek wel dat we af en toe wel een haat-liefde hadden, een relatie hadden. En dat we elkaar vertroetelden, maar ook ongelooflijk dwars konden zitten. En er, op latere leeftijd moesten we daar wel een beetje om lachen. Want totdat hij weg is gegaan, hebben we een hele goede band gehad. En heb ik ongelooflijk prettig met Memphis samen kunnen werken. Met al zijn nukken en al zijn momenten, laat ik zo maar zeggen. Maar het was voor mij wel een mooie leerschool ook. Barcelona! Barcelona! Ja, ook trainen en kracht. Ik zag hem bezig zijn met vrije trappen. Maar ook buiten het voetbal, om gewoon ja, ervoor leven, zeg maar. Dat maakt hem ook ja, Memphis, denk ik. Ja. Sommige mensen vinden hem een aparte vogel. Snap je dat? Ja, als je hem niet kent, ja, kan hij arrogant overkomen alleen. Ja, niet arrogant, hè? Apart is niet arrogant, maar... Ja, misschien, ja, dat hoor ik vaker zeg maar, van andere mensen, dat hij arrogant over kan komen en dat mensen hem apart vinden alleen. Als je hem niet kent, ja. Als je hem niet kent, dan geloof ik echt wel dat je denkt van, het is een jongen die over heel weinig dingen nadenkt. Maar er zijn maar weinig mensen die zoveel nadenken over de stappen die ze nemen. Het is niet voor niks dat hij tegen zijn moeder zegt, jij blijft in Moordrecht, het beste voor jou. Dat is de omgeving waar je woont, waar opa en oma zijn, daar ben jij. En ik kies voor om een betaald voetballer het absolute wereld op te willen halen, moet ik zelf doen. Ja, dan kiest hij dan niet altijd voor de makkelijkste weg. Ja, Memphis is in alles is hij een prof. Daar kom je als club en als trainer kom je wel eens een paar dingen tegen wat misschien op dat moment niet zo handig is. Of dat even niet zo prettig is voor de groep of processen of wat dan ook. Maar Memphis had gewoon één doel. En dat is het eerste van PSV halen. Dat was zijn streven. Die was zo gedreven. Die was zo eager om het eerste te halen. Deed er alles voor. En nog steeds. En dan zijn al die andere zaken zijn, ja, van iets minder belang. Omdat je ziet gewoon, dus een persoonlijkheid is één. En zijn streven en zijn doel. Hè, dat is een twee. Waar je denkt van ja, en zijn kwaliteit natuurlijk. Was zijn perspectief boven gemiddeld? Ja, op dat moment zag je wel dat hij bovengemiddelde kwaliteit had. Ook toen al was hij fysiek natuurlijk vrij sterk. Zijn trap viel op. Zijn techniek, zijn individuele acties. Dus in dat opzicht, alleen het was nog heel ruw. En ook in de begeleiding naast het voetbal staken we nog veel energie in. Was nodig ook? Ja, maar hij is natuurlijk... jong gekomen hier en was niet een standaard jongen
Met alles erop en aan. Was een jongen uit een gebroken gezin. Maar wel eentje die echt leefde van het voetbal. Maar ja, je weet op dat moment, in die leeftijd spelen er ook nog andere dingen. School. En hij was wel een jongen die met name in het traject naast het voetbal een hoop begeleiding nodig had. Ik heb daar heel veel aan gehad aan Joost. En sommigen hebben het al in de familie zitten, zo'n persoon. Een vader. Ik heb nooit een vader gehad. Dus ja, die zeg maar je begeleidt in dat soort dingen. Dus hij was een soort, ja, ik wil niet zeggen vader, maar hij was wel iemand die voor me klaar stond. En... Ja, ik heb hem wel op een hele belangrijke leeftijd, hè, begin puberjaren, eind puberjaren, in heel veel dingen geholpen, ondersteund, meegedacht. Ja, dan heb je het ook vaak over dingen die niet alleen het voetbal aangaan. Dus ja, dan, en na 8 jaar, 9 jaar werken ontstaat er natuurlijk wel een goede relatie. En die me wel vroeg van, ja, wat wil je eigenlijk echt, weet je? Wil je een goede voetballer worden of wil je gewoon een voetballer subtopper worden? Of wat wil je nou met je carrière? We hebben hier sowieso altijd wel een combinatie, hè, met groepstrainingen, individuele trainingen. Spitse trainingen, middenvelders die daar ook in begeleid worden. En het was ook in de jeugd met Memphis. Veel met hem daarop getraind. Mart van Duren bijvoorbeeld, ook met hem daar een heel specifiek aandacht aan gegeven. En nou, uiteindelijk, wat je net vroeg van hey, wat is nou zijn specifieke positie en waar komt hij het beste tot zijn recht? Ja, uiteindelijk is wel gebleken dat hij ook de kracht en zijn kwaliteiten kon uiten en ook het rendement kon halen uit aan die linkerkant. En dat is in principe is dat zo gebleven. Ik denk vanaf de C, de B is dat ontstaan. En daarvoor heeft hij wel eens links aan de rechterkant of achter de spits of aan de rechterkant gespeeld. Maar uiteindelijk werd zijn vaste plek wel bekend. Vroeg hij ook om die extra trainingen, ja. Extra sessies? Nou, niet. Hij was nogmaals zo gedreven, extra trainingen vragen zelfs. Van trainer heb je even tijd, niet alleen bij mij, maar ook bij andere trainers die individuele training kon geven. Dat vond hij ook het fijnste om te doen. 1-op-1 met een trainer of met een klein groepje. Daar kon hij al zijn kwaliteiten en zijn mooie dingen, die kon hij daarin kwijt. En dan later ging hij dat in de wedstrijd gebruiken. Toen ik jong was, speelde ik bij PSV en was ik ballenjong in het stadion. Ja, toen keek ik naar al die mensen en ja, dat gevoel op het veld. Toen dacht ik van, ik wil dit echt. Heel graag. En toen ik hier de kans kreeg, toen dacht ik eigenlijk ook al dat ik er klaar voor was. In de A1 ging het echt goed en op trainingen ging het hartstikke goed. Terwijl ik een van de jongsten was, dus ik dacht van ja, ik kan dit aan en kan erbij komen. Op trainingskamp La Manga. Dat 2011. Was, ja, volgens mij was het dat de eerste kennis maken met Memphis. Want ik kan me nog herinneren dat vooral Marcel Brands, is eigenlijk een fan van Memphis altijd geweest. En die zei tegen mij van neem Memphis nou mee. Hij is een talentvolle speler, bla bla bla. Nou ja, ik zeg, laat hem maar meegaan. Je zag het talent, dus iedereen had wel zoiets van, nou ja, daar gaat er een, dat kan er een worden. En ja, vanuit, laten we zeggen, je spreekt dan dat met de jeugdafdeling en mijn persoon en technische staf van A-selectie. En dan ga je kijken van, nou ja, welk pad kunnen we hem in het vooruitzicht stellen en welk perspectief kunnen we hem bieden? En wat is realistisch? Nou ja, ik had Memphis op dat moment nog niet zoveel gevolgd. Maar op de training bij de eerste elftal,
dat was in die week dat hij meeging met ons op trainingskamp. Chapeau, was echt fysiek sterk, snel. Nog een beetje ongepolijst, maar zeer talentvol. Tuurlijk heb je te maken, je komt uit de jeugd. Ja. Je kent het wel, spelers die gekocht zijn en dat soort dingen. Uiteindelijk denk ik wel dat ik het eerder had aangekund. En, ja, er zullen menige mensen misschien ook wel gelijk geven of sommigen niet. In dit geval zou trainer Fred Rutte zeggen, nou, hij was er nog niet klaar voor. Maar Memphis was heel ongeduldig. En dan zie je denk ik nu nog heel ongeduldig. En ja, dacht op dat moment, op die leeftijd al, dat hij direct in de basis zou kunnen spelen. Ja, dat vond ik dus niet. Maar ja, uiteindelijk is het goed gegaan en goed gelopen. Alleen. Ja, op dat moment besefte ik wat ik echt wel. Memphis had hele specifieke dingen. En grote talenten hebben altijd iets specifieks. En Memphis had dat. Nou ja, onder andere hoe hij zijn lichaam gebruikte op die leeftijd tegen volwassen spelers. Ja, dan ga je dat later ook gebruiken. Op dat moment, als je dan zeg maar een weekje of ja, een trainingskamp mee mag, dan weet je toch van ja, dit kan wel een moment zijn dat ik kan gaan aanhaken. Dus dat is wel een beetje spannend af en toe als je, nou ja, je hebt wel eens een keer op training dat je ballen niet goed lekker inspeelt of zo, dan denk ik wel shit, ja, kom nou op, man. Weet je toch, ik moet het laten zien hier. En dat zijn wel van die momenten, alleen ja, dat heb ik wel in mezelf, dat ik zeg maar op dat moment het uiterste uit mezelf haal. En je bent daar eigenlijk met één doel en dat is bij het eerste blijven. Zoals ik hem heb leren kennen, is een heel oprechte jongen. En daar moet je ook heel oprecht mee omgaan. Die moet je niet voor de gek houden. Als je dat soort type mens voor de gek houdt, dan krijg je dat alleen maar terug. En zeker was hij bereikbaar. Maar ja, op die leeftijd, andere generatie, had veel meer dingen dan alleen maar voetbal. Nou, dus hij, zijn focus, zijn hele hebben en houden zou gericht moeten worden op dat ene. En dat was voetballen. Maar hij had ook nog zoveel andere dingen. Muziek, rappen bijvoorbeeld. Hij kon prachtig rappen. Ik vraag die in de spiegel om aan te kijken en beveel de jongen op de baan te blijven. Ik vraag die mannen niet op mij te zeiken. Nooit gevraagd of die rotsen naar een pot wil schrijven. Maar mijn fans schreeuwen met een soeda. Fuck door ons en spreek terug met je voeten. Ja, Fred was natuurlijk als coach geweldig voor jonge spelers. En dat voelden jonge spelers ook. Alleen Fred was ook een controlfreak en nou, die zag dan af en toe wat van die beelden dat Memphis aan het rappen was. Je haat dat je hiervan houdt, wat ik doe dat is nieuw, dat van hen was al oud. Niet een laai aan de lucht, beloof plechtig, als jullie class hebben ben ik deftig of niet bof. Oftewel het neusje van de zalm, ik heb dit van God, zegt die hater, hou je leugen warm. Faamloze mannen, stoken voor de lol, schiemen op de troon, zien alleen maar rode zool. En ja, dat was voor Memphis ook een soort van hele grote hobby en dat vond hij geweldig. Alleen op een gegeven moment heeft Fred daar wel iets van gezegd, god, let daar nou mee op, hè, want het kan een verkeerd beeld scheppen. Ik hoefde helemaal niet te kiezen, want er was maar één weg en dat is de weg die ik heb bewandeld en nog steeds bewandel. Dat is gewoon alleen maar voetbal en de rest wat ik wil doen, dat is gewoon omdat ik het leuk vind. Als jij als speler zijnde en je hebt de focus niet alleen op jouw sport en je doet dat erbij, hè, dan zal het waarschijnlijk ook weer langer duren voor jij dat eerste aftal bereikt in jouw ontwikkeling. Snapte die dat? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, Memphis, Memphis wist zijn doel namelijk. Hij wilde namelijk, hij wilde de beste zijn en hij voelde zich ook de beste. Dus ik zet mijn hakken in het zand, trap de deur open met die fakkel in mijn hand, ik ben de. Ja, dat is iets wat ik leuk vind. Ja. Ja, laat mij dat lekker leuk vinden en daar geniet ik van. Dat is iets wat ik wat, ja, sinds klein eigenlijk al in mijn cultuur is erin gebracht. Je moet wel presteren, hè? Dan kan je doen en laten wat je wil, al kom je in je blote reet binnen. Maar nu, hij presteert niet
En hij heeft ongetwijfeld gehoord wat Danny erover gezegd heeft, de bondscoach. En toch pakt hij gewoon zijn hoed, zet zijn hoed op en komt zo naar binnen. Ja, dan heb je, gewoon de scheid aan de wereld. Ja, dan heb je ook scheid aan de bondscoach. Van het aan één dingetje. Maar hij mag dragen wat hij wil. Ik kan je redelijk volgen, maar Blind heeft hem niet specifiek aangesproken op die hoed. Nee, op het gedrag, en daar hoorde ook bij die hoed. Als je op zo'n niveau dan iets minder presteert, dan pakken ze wat ze pakken kunnen. En dan gaan ze er alles bij halen, wat voor hem eigenlijk helemaal geen issue is. Want hier liep hij al als 14, 15-jarige rond met de nieuwste mode en was hij altijd vooruitstrevend in dat soort dingen. Het was ook geweldig om te zien. Ook weer een verrassing elke dag met wat voor het ding die nu weer aan kwam zetten. Maar ik vind dat het wel iets heeft. Hier zit Memphis en hij wist denk ik ook wel op zo'n foto, hè, dan, die wordt vereeuwigd en daar wil ik dan ook wel leuk op staan. Kijk, Memphis is natuurlijk geen doorsnee speler, hè. Zowel in het veld als buiten het veld. Het is een jongen met stijl, met een eigen mening, met een eigen identiteit. En die kan, als het even wat minder gaat, laten we zeggen, publiciteit oproepen die misschien wat minder positief is. Wat ik heel vaak zie is dat heel veel coaches, ook soms heel veel directeuren en heel veel mensen ook bij mijn voetbalclub, ze eigenlijk alleen maar interesseren over wat er op het veld gebeurt. En als je dan zou zeggen, ja, luister, iemand loopt met een tattoo, daar hebben we dan een mening over. Iemand loopt in zijn geval met een hoed, daar heeft heel Nederland ook een mening over. En als je dan niet even gaat vragen hoe het zit of je verdiep je in deze jonge generatie, dan kom je niet ver. En als ik dan aan iemand zou vragen, bent u geïnteresseerd in deze jonge generatie, in jonge spelers, dan roepen ze allemaal ja. Maar als ik dan vraag van ja, maar wat zijn dan de games op dit moment? Dan weten ze het niet. Ze weten de muziekkeuze op dit moment niet. Ze weten niet wat de meest populaire koptelefoon. En zelfs niet wat hun dromen zijn. En dan denk ik, ja, waar interesseer je dan eigenlijk alleen maar voor? Alleen maar voor het feit dat je een bal erin schiet. Nou, dat is wel heel erg weinig. Waar het mij om gaat is, doet een voetballer er alles aan om beter te worden? En ik heb daar bij Memphis Depay echt geen enkele twijfel over. Hier Strootman en daar Depay en het is 5-1. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Voor het doel is Depay. Nou, nu dan is het gebeurd, ja. Dit is een goede actie van Depay en dan staat het 1-0 voor PSV. Aardig Depay voor het eerst. Depay die wil het heel mooi doen. Sapu, die doet het ook heel mooi. Ik heb Memphis ook zelden kunnen betrappen op grootspraak. Hij was wel heel overtuigd van zijn kwaliteiten. En hij legde ook vaak gewoon de druk bij zichzelf neer daarin. En, ik weet nog dat we destijds over contract spraken, dat hij een bonus wilde voor topscorer. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen, want dan geef je straks geen bal meer af. Maar daar was hij dus wel al bewust mee bezig. En dat zie je hem wel, dat hij toch als buitenspeler, geen centrumspits, maar een buitenspeler, mee wilde strijden om de topscorerstitel van Nederland. Ja, dat heeft hij uiteindelijk ook waargemaakt. Ja, kijk, hij wist natuurlijk niet helemaal zeker dat hij het waar zou maken. Maar wat deze generatie ook doet, is ambitie gewoon durven uit te spreken. En hij wilde graag kampioen worden. Hij wilde graag door de voordeur eruit bij PSV. En hij zei ook inderdaad, op het moment dat ik meer ballen erin schieten en ik moet meer op gaan trainen, dan word ik misschien wel meer waard. En dat zal voor mijn carrière goed zijn, dan wordt de club misschien wat groter. En daar heeft hij dus een jaar lang spijkerhard aan gewerkt. Want als je bij de training zou gaan kijken, dan stond er één iemand altijd na afloop nog even vrije trappen te nemen. Nou, kijk hoe hij de vorig jaar heeft ingeschoten. Hij is degene die altijd, en dat kan je de hartslagmetingen zien, aan het trainen was om een bepaalde fysiek component op te bouwen, zodat hij in de Premier League fysiek mee zou kunnen. Wanneer wisten jullie dat het vertrek definitief was? Ja, hij had die wens uitgesproken, maar ook dat dat al na één seizoen zou zijn, of dat het in de winterstop misschien al? Nou, uiteindelijk voelde hij wel al, de eerste seizoenhelft, hij presteerde heel erg goed. Werd vast international. Uiteindelijk kwam in de winterstop ook Paris Saint-Germain. En
ja, toen kwam er eigenlijk al voor het eerst in het seizoen echt druk op. Nou, toen heeft hij ook gezegd, wij als club, van nou ja, we willen absoluut geen transfer in de winterstop. Ook al moeten we heel veel geld laten schieten op dat moment. We willen voor het kampioenschap gaan. Hè. Die deal hebben wij eigenlijk samen gemaakt. En later was daar ook natuurlijk Gini nog aan gekoppeld. Dus Memphis heeft daar ook nooit een issue van gemaakt. Is niet één keer bij mij geweest van, maar dat zou je toch niet willen overwegen. Hij heeft één keer tegen mij gezegd van, het is wel heel veel geld wat ze willen bieden. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg maar, we willen hier houden, we willen kampioen worden. En, dus daar is nooit geen vuil woord aan, ook niet van de kant van Kees Ploegsma. Dus dat hebben ze echt correct gedaan. Mijn rol is, is eigenlijk verschillend. Hè? Dus afhankelijk van het type transfers word ik eerder of later in het proces betrokken. Als het grote transfers betreft, dan ben ik wat meer in het onderhandelingsproces al betrokken. Als het gaat om verlenging van contracten van spelers, dan doet Marcel dat veelal alleen. Maar als er grotere clubs of grotere transfers aan zitten te komen, dan word ik al snel in het proces betrokken. Wat is daar de reden van? Nou, omdat je dan te maken krijgt met onderhandelingen tussen clubs. En op het internationale vlak ken ik natuurlijk veel clubs. En ja, dan is de relatie tussen clubs vaak heel belangrijk. En omdat ik al jarenlang in het internationale circuit met die clubs werk, kennen ze mij ook goed. En is het makkelijk contact te leggen. En ben ik vaak ook de contactpersoon als het dan gaat in die eindfase komen. Praat je met één partij, dan is het al slecht onderhandelen, zeg ik altijd. Want ja, dan is het ja of nee en dan kan iets niet doorgaan. Dus dan ligt het iets complexer. Zijn er twee of drie partijen, dan wordt het interessant. Want dan kan je inderdaad kijken van, wat kan ik dan nog vragen? Dan kan je zeggen, nou, partij A bood X, partij B bood Y. Maar goed, je hebt ook nog de speler die een belang heeft daarin. Dus wat ik zei, want die kan zeggen, ja, je kunt wel naar een club gaan die het hoogste biedt. Maar als ik niet wil, dan gaat hij dus gewoon dus niet. Dus ook daar moet je heel goed manoeuvreren. En het spel wat wij vaak spelen, maar zo gaat het vaak, is zo dat Marcel Brands en in dit geval Peter Vossen gaan dan de eerste gesprekken voeren. En dan is het altijd goed om iemand op de achterhand te houden die uiteindelijk kan roepen van te weinig, te veel. Of de raadcommissaris, de board wil het niet, zoals het in het Engels dan gaat. Dus zo wordt het gedaan. En soms zit er ook wat bij. Dat hangt een beetje vanaf welke club het is en welke fase. Uiteindelijk kwamen er meer grote clubs en leek het op het eind te gaan tussen in eerste instantie Paris Saint-Germain alleen en later kwam natuurlijk Manchester United er heel uit de flits bij. De snelheid waarin dingen zich achter elkaar opvolgden, die was enorm. Als ik kijk naar die dag, die 6e mei waarop het met Memphis zo ging, dat was een hele bijzondere dag en die ik in al die jaren nog nooit zo heb meegemaakt. Normaal gesproken ontwikkelt zich zo'n proces van een transfer. Maar dat komt vaak omdat er dan één club zich meldt en dan is er eigenlijk één club waarmee je dan in onderhandeling bent. En in het geval van Memphis, ja, dan was dat echt heel anders. Want Paris Saint-Germain had zich al veel eerder gemeld. En toen werd het weer een beetje stil. En toen kwamen er wat andere interesses naar boven. Toen kwam Paris Saint-Germain weer terug. Ik kan me nog herinneren dat ik thuis zat in mijn appartement hier in Eindhoven. En dat in de rust van de Champions League wedstrijd Marcel Brands mij belde. Ik dacht dat Real Madrid en Juventus was in mijn hoofd gezegd. Hij zei, ja, wij gaan morgen praten met Paris Saint-Germain. Maar ik ben net gebeld door Manchester United, die ook belangstelling heeft. En ja, toen kwamen er een soort 24 uur op gang. Als je dat allemaal zou aansneren en zou bekijken. Wat ontzettend snel ging, want wij moesten naar Schiphol om te gaan praten met Paris Saint-Germain, want die afspraak stond. Nou, wij kwamen daar, we zaten in dat zaaltje en we zaten nog even te wachten op de vertegenwoordigers van Paris Saint-Germain. En om 9:30 kregen we een telefoontje, Ed Woodward aan de lijn. En die zei, ja jongens, ik ben ook geïnteresseerd en we willen vandaag proberen eruit te komen. Toen zeiden we, ja, maar wij gaan zo in gesprek met Paris Saint-Germain en zij zijn al een tijd met ons in gesprek. Marcel en ik hadden in april al een gesprek gehad in Parijs. En ja, we zeiden dus het spel is op de wagen, dus je moet wel doorkomen. Hij zegt ja, geef me de tijd tot vanavond en dan kom ik er zeker even op terug.
En nou, zei oké, okay, maar wij mogen hieruit afleiden dat jullie ervoor gaan. Ja, zei die, reken dan maar op en wij komen daar wel uit. Nou, vervolgens, een kwartier later, kwamen de vertegenwoordigers van Paris Saint-Germain binnen. En wij gingen met hun in gesprek. En ja, we hebben wel aangegeven in dat gesprek ook dat er serieuze interesse was van andere clubs uit Engeland. En we hebben gezegd, uiteindelijk bepaalt de speler natuurlijk waar hij heen wil. Maar onder voorbehoud van dat verhaal gingen we toch met hun in gesprek. En hadden we in principe aan het einde van dat gesprek, dat ongeveer 2 uur duurde, waarin natuurlijk ook over en weer onderhandeld wordt, hadden we een principeakkoord met Paris Saint-Germain. Subject to the approval van de player. Ja, toen kwam hij uiteindelijk Manchester United, pakte toch door. Ja, en toen werd de keuze ineens heel moeilijk voor hem. En dat ging eigenlijk in een sneltreinvaart binnen, laten we zeggen, 48 uur. Was dat van belangstelling naar heel concreet een aanbieding en een voorstel naar de club en een voorstel naar Memphis? Nou, ik heb wel adviezen gegeven. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Uiteindelijk heeft hij altijd zijn eigen keuzes gemaakt. Maar wel continu advies gegeven van als je voor een club kiest, wat wil je bij die club bereiken? Past een trainer bij je, ja of nee? Past een cultuur bij je, ja of nee? Besef je als je in Frankrijk of in Engeland gaat wonen, wat het met jou als persoontje doet? Ja, allemaal dingen waar, gewoon vragen stellen om hem maar te laten nadenken. Dus ik heb niet gezegd van ik vind dat je naar Manchester of ik vind dat je naar Parijs, want dat is niet aan mij. Maar wel continu het vragen stellen, zodat hij in ieder geval gaat nadenken. Over van ja, de keuze die ik ga maken, is dat de beste keuze? Toen kwam het spel echt op de wagen. Want rond 7 uur werd er een mail gestuurd door Ed Woodward met een voorstel. En daar hebben Marcel en ik over gepraat, over de telefoon. Want we waren inmiddels allebei thuis. En ik had mijn pc op de keukentafel staan. En ja, die mail die stond klaar. En uiteindelijk, ja, dat was op de dag dat Barcelona tegen Bayern München speelde voor de halve finale van de Champions League. Dus ik dacht, ik wil die wedstrijd natuurlijk wel zien. Dus om 9:50 stuur ik die mail met een voorstel terug naar Ed Woodward. En ja, toen gebeurde er 2 uur niks, want hij zat ook die wedstrijd te kijken kennelijk. En om 10:50, 11:00, 10:45, nou, 22:39, ik zal het niet gauw vergeten. Toen kwam die mail terug binnen. En nou ja, daar waren we nog niet uit, dus daar zat dan een half uur tussen. Dus ik heb Marcel gebeld. En gezegd tegen hem, nou ja, ze zijn teruggekomen, dit en dit moeten we nog bekijken, aanpassen, wat vinden we ervan? Dus dan bespreken we dat samen, hoe zullen we terugmailen? En om 10:55 heb ik een mail weer teruggestuurd naar Ed Woodward met onze korte remarks op zijn antwoord. En hij stuurt om 11:55 een mailtje terug. Nou, ik ben akkoord. Landmark deal tussen PSV en Manchester. En ik hoop dat we elkaar nog in de Champions League tegenkomen. Nou ja, dat was dan voorzienigheid, noem ik het dan maar even. Hè? Maar toen was het om 11:55 rond. Nou, en dan krijg je wel een enorme kick. En op dat moment heb ik natuurlijk Marcel meteen gebeld. Ze zijn akkoord. Maakt het jullie dan nog wat uit? Maakt het PSV nog iets uit? Maakt het jou persoonlijk nog iets uit? Welke keuze er gemaakt wordt? Nee, ja, ik vond het moeilijk. Ik moet zeggen dat ik Paris Saint-Germain had ik een goede relatie mee. Die mensen hebben het correct gespeeld en correct gedaan. En natuurlijk had ik wat met meer gevoel bij Louis. Ik ken Louis natuurlijk goed. Ik heb 4 jaar met Louis van Gaal gewerkt. En ik denk wel dat Louis van Gaal een goede coach is voor hem. Maar ik ben dan niet degene die daarover mijn mening moet geven. Uiteindelijk sta ik voor PSV en voor mij ging het om dat de transfer in goede banen geleid zou worden. En of dat dan Paris Saint-Germain of Man United zou worden, ja, dat is dan niet meer aan mij. Dan is het echt de speler en zijn zaakwaarnemers die beslissen. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Hebben jullie in dit geval ook het maximale eruit gehaald? Ja, dat durf ik wel te zeggen. En ja, de uitspraak is alleen nog toetsbaar. Want we kunnen niet dezelfde situatie nog een tweede keer overnieuw gaan doen.
Maar als je zeg maar, inschat van tevoren van wat zou het kunnen opleveren voor een club als PSV, wat zou Memphis Depay kunnen verdienen daar, dat weet ik over niet precies, maar wel indicatief. Dan denk ik, nou, dan hebben alle partijen het op dat punt gewoon goed gedaan, ook samen opgetrokken. Dus ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is van een transfer waar je door goed samen te werken het maximale uithaalt. En het is in ieder geval hoger dan ik van tevoren een jaar daarvoor had ingeschat. Dus als we dat perspectief bekijken en wat de Raad van Commissarissen gedeeld, was het een hele goede transfer. Toen ik om de volgende ochtend om 8:30 in de auto zat naar het stadion, toen was op Radio 538 al te horen van ja, Memphis gaat naar Manchester United. En tot slot nog sportnieuws. Memphis Depay heeft voor het eerst met trainer Louis van Gaal van Manchester United gesproken over een transfer. Oh. De felgebegeerde PSV'er sprak al eerder met Paris Saint-Germain en met Liverpool. PSV wil minstens 25 miljoen vangen voor de topschutter van de Eredivisie. Ja, nou, die gaat naar Manchester, denk ik, hoor. Zou het niet ook, ja. Zou het niet? Heerlijk. Een mooie club, man. Ja. Ja, toen was het in één keer heel snel los. De informatie. En toen heeft Manchester met ons contact genomen. En zegt, ja, we moeten een persbericht uitsturen rond 12 uur die ochtend. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik de primeur kon brengen van dat nieuws. Je merkte dat in het hele land, niet alleen onder de PSV-supporters, onder de PSV-volgers, maar in het hele land dat het iets deed. Dat we, Nederland, weer een speler afleverden bij zo'n grote club. Want Manchester United is in alles de grootste club ter wereld. Ik en de club hebben samen met Manchester United een akkoord bereikt. En fantastisch. Een droom die uitkomt en een hele grote stap naar een hele grote competitie. Louis is denk ik een type trainer dat geeft hem ook structuur en houvast. Hij zal je blijven beschermen. Hij zal af en toe heel hard tegen je vertellen dat dingen anders moeten, maar hij laat je niet vallen. Ik kon zelden kwaad op hem worden, omdat ik weet dat zijn intentie gewoon goed is. Hij zit hard op de juiste plaats en ik ben er ook van overtuigd dat hij zal slagen.